iedereen gaat zijn benen voelen, dus blijven gaan. Zijn trauma van vorig jaar? Ja, wat ik zeg, het is een soort van nachtmerrie en dan déjà vu. Wonderen bestaan niet wat dat betreft voor mij hier vandaag. Yo, mijn naam is Herman ten Katen en al vanaf 2016 ben ik een van de drijvende krachten achter de community van Beat Cycling. En in al die jaren ben ik zoveel mogelijk nieuwe uitdagingen en avonturen aangegaan in mijn beatshirt. Maar dit jaar ga ik iets heel sicks van mijn bucketlist afstrepen. Want in 2021 krijg ik de kans om te kijken hoe ver ik kan komen als professioneel wielrenner in onze eigen beat wegvoer. Kan ik dit niveauverschil nog overbruggen? Hoe ga ik het combineren met mijn werk bij Beat en hoe ga ik om met de stress, tegenslagen en andere uitdagingen die sowieso op mijn pad zullen gaan komen? Dit is mijn profavontuur. Goedemorgen vanaf het voetbalveld. We zijn hier live bij de wedstrijd van VV Wijster tegen FC Emmen. Nee, we zijn hier in Drenthe, vlakbij de Vanberg. Vandaag is de dag van het NK. We zijn momenteel hier aan het verzamelen, want we moeten als één ploeg naar binnen. Allerlei strikte coronamaatregelen natuurlijk hier bij het NK waar we vandaag mee te maken hebben. Partybus. Hoe is de sfeer, Martijn? De sfeer die is er, maar... Maar niet te vroeg pieken, hoor. Maar niet te vroeg pieken, nee. We wachten nog even een uurtje en dan gaan we los en dan... Als we die Victus pre-workout naar binnen hebben geslagen... Ja, dan zijn we hyped op het goede moment. Ik heb het mee, hè. Maar Martijn, vorig jaar na 1 uur zat jij al dat je dacht... Gaan we dit volhouden? Maar ja, vorig jaar was mijn eerste wedstrijd en dit jaar gelukkig niet. Ja. Dat scheelt dan ook. Ja. Iedereen gaat zijn benen voelen, dus blijven gaan. Blijven gaan. Hoe denk je dat er wordt gestart? Ja, ik denk gewoon volle bak. Volle paard. Ja. Iedereen wil vooraan zitten. Ja, wel een rondje en klimmetjes gaan pijn doen, dus ik kan er beter vooraan zitten, denkt iedereen. Ja. Jij ook. Ja. Kleine val achter in de bus. Goedemorgen. Goedemorgen. Allemaal wielrenners. Ja. Yes. En een vlogger. Zeker. Ja. Rijd allemaal door. Altijd aan het werk, Herman. Half uurtje voor de start, Pjot, hè. Moeten we al gaan staan? Nou, ik vond het eigenlijk op de camping veel gezelliger. Maar ja, ze zeggen dat ze koffie en koeken hebben. Ja. Koffie en koeken bij de start, dus... Maar het wordt wel ouderwets vroeg starten, hè? Vroeg staan. Nieuwelingenkoers. Ja. Is dat een trauma van vorig jaar? Ja, wat ik zeg, het is een soort van nachtmerrie en dan een déjà vu dingetje. Maar nu ben jij erbij, dus dat maakt het wel wat leuker. Maakt het wel wat leuker. Welkom in my nightmare. Ben je niet de slechtste renner van Beat, hè? Eén ding is duidelijk voor dit kampioenschap. Als je kampioen wilt worden, dan moet je Mathieu van der Poel zien te isoleren. En in die opzet lijkt Jumbo-Visma te slagen. Want Van der Poel zit er niet bij als er een grote kopgroep wegrijdt. Maar dan is het zo'n zwaar kampioenschap over een zeer selectief parcours. Dat er uiteindelijk finalisten overblijven, maar zitten daar wel genoeg Jumbo-Visma's bij, is de vraag. En kijk eens, Rozen en Teunissen hebben in de finale de slag gemist. En dan krijgen we een krankzinnige finale. Wie gaat er winnen? Er is nog helemaal niets bekend. En in de slotfase, op zijn tandvlees, rijdt de nummer 3 van een jaar geleden toch op weg. Timo Rozen, de anderen kijken naar elkaar. Ploeggenoten houden de deur dicht. Zie je nu, Herman? Ik baal ervan, maar ik kom gewoon kansloos. Ik heb nog nooit zo kansloos gevoeld in mijn leven. Maar goed, dat is niet raar, hè? Hier, maar je hoopt op meer. Maar gewoon meteen, zeg je dat? Nekkie. Twee vinger tussen de deur en dat duurde niet zo lang. Dan merk je het verschil tussen de ronde van Zwitserland en Elfstedenronde en Ruddervoorde koersen. en 10 jaar ervaring en een heleboel talent wat hier rondrijdt. Dus hij was kort. Ja. Ja, het was meteen volle bak koers vanaf het begin. Zoals je ziet is het peloton al wat uitgedund. Zijn er wat groepjes aan het rijden. Dus op dit niveau was er meteen vanuit vertrekkoers op dit parcours. Ik ben kansloos. Het is gewoon. Start ging nog best wel goed en positioneren voor de eerste beklimming. Maar op die Vanberg voelde ik gewoon al van dit kost gewoon al superveel energie. En ik trapte gewoon al op mijn adem toen we weer beneden kwamen naar de tweede beklimming. Het was het moeilijk om het te handhaven voor de volgende ronde om daar weer vooraan bij de beklimming te beginnen. Dus daar kwam ik net op een gaatje te zitten en dan word je er afgereden. En tussen de auto's terugkomen lukte ook niet meer. Dus het was een korte ervaring op het NK.
Ik had op meer gehoopt, maar ja, dat bleek gewoon niet realistisch te zijn. Het niveau is gewoon echt te hoog. Wonderen bestaan niet wat dat betreft voor mij nu vandaag. Het is inmiddels een paar dagen na het NK. Ik moest eventjes afkoelen, mentaal en fysiek denk ik. Ik was behoorlijk aan het balen na de finish en ik vroeg me nou elke keer af, hoe kan dat nou? Daar heb ik even de tijd voor genomen. Ik ben ook behoorlijk leeggelopen na het NK. Meteen na de finish voelde ik me doodmoe, ook al had ik maar een half uur gefietst. En ja, ik heb de dagen daarna superveel geslapen, ook in de middag een paar uur slaap meegepakt. Dus ja, ik denk dat ik gewoon fysiek en mentaal behoorlijk moe was van de periode na het NK toe werken. Ik denk dat ik dat onbewust best wel mee bezig was en dat daar ook de reden is dat ik ervan baalde. Omdat ik maar een half uur heb meegedaan, mezelf gewoon niet heb kunnen laten zien, terwijl ik dat stiekem wel hoopte. Misschien tegen beter weten in ook. Dus ik zat er ook over na te denken van hoe kan dat nou? Ja, ik denk gewoon dat ik, ook omdat ik in de ploeg een beetje bezig was van ja, hoe kan ik mijn plek afdwingen? Om bepaalde wedstrijden te rijden voor het NK. Hoe laat ik me zien aan ploegleider Egon? Hoe werk ik me tussen de ploegen überhaupt qua prestatie? Dus dat ik me heel erg ben gaan vergelijken ook met ploeggenoten en met de renners die meedoen aan het NK. Terwijl het natuurlijk geen eerlijke vergelijking is. Maar dat is goed om te constateren, want ik denk gewoon niet dat dat nu voor mij de juiste invalshoek is. Ik moet namelijk proberen om dit jaar de beste versie van mezelf te worden. En ik hoef me niet te vergelijken met andere renners om daarachter te komen. Maar eerst een rustperiode. Volgende week zondag rijd ik nog de omloop te Kempen. Een nationale wedstrijd. En daarna ga ik eventjes op vakantie. Bikepacken. En dan weer klaarstomen voor de laatste drukke periode van het seizoen. Die ongeveer op 15 augustus van start gaat. En dan doorloopt tot eind oktober, koers. En ik dacht ook, ik ga de volgende video's wat minder richten op de wedstrijden zelf, maar weer veel meer om het gebeuren eromheen en het profleven eromheen en alle lessen die ik leer. Dus ik was ook benieuwd, als je dit regelmatig kijkt, mijn video's, zijn er dingen waar jij nog naar benieuwd bent van hoe dat nou gaat, hoe dat voor mij werkt of hoe dat überhaupt werkt in het profwielrennen? Laat het achter in de comments, dan kan ik daar mee aan de slag na de vakantie. En dan gaan we over een maand weer vette video's maken. Tot dan. Oui oui, de Tour de France is van start. En om alvast te oefenen voor als we straks zelf meedoen aan de Tour, hebben we 3 weken lang dikke tourweken deals voor je klaarstaan. Doe mee aan de prijsvraag en maak kans op een B-Tour pakket ter waarde van €400. En profiteer 3 weken lang van hoge tourkortingen in de Beat Cycling webshop.